Ik heb hem leren kennen in de lente 1969. Ik woonde in de Schilderstraat. Dat is hier een straat die langs het Museum voor Schone Kunsten loopt. En op de hoek van mijn straat was er een galerij gekomen. En dat was de galerij White White Space. Waar heel wat Amerikaanse kunstenaars hebben tentoongesteld in der tijd. En ik heb James daar leren kennen. Dat was over mijn deur. Ik ging naar die openingen. En er was een opening, met publiek dus, met 100 in een airplane, denk ik. Dat was een groot zijde doek met om de, ik weet het niet, 80, 90 centimeter afstand was er een opening in dat doek. En als je binnenkwam in de galerij voor de opening, dan moest je onder dat doek kruipen. James Lee Byers liep daar rond, in zijde gekleed. Hij dirigeerde dat en hij zei dan, jij gaat daar zitten. En dan stak je je hoofd door die opening. En na een tijdje zaten we dan met tientallen mensen. Maar zoals in een groot vliegtuig of zo, zaten wij daar allemaal iedereen op exact dezelfde afstand van elkaar. Dat was de opening van de tentoonstelling. Dat wil zeggen, hij verplichtte de bezoekers die naar de opening kwamen om mee te doen in een groepsperformance in feite. Hè. Dat was het. En dan heb ik met hem gepraat en hij zegt, heeft hij mij gevraagd om zanderdags, kan jij morgen eens langskomen? Want ik zit hier nog een paar weken in de galerij. En dan ben ik zanderdags in de galerij gekomen. Toen was er niemand meer. Ik geloof dat ik om 13:30 in de galerij ben gekomen. Hij zat daar onder een bloedrood doek. Mijn opening zat hij in die opening aan de ene kant van de ruimte. Dat doek liep door de ganse zaal, over een tafel met een stoel aan de andere kant van de, dat was een lange galerijruimte. En toen heeft hij mij uitgenodigd om aan de andere kant van de zaal plaats te nemen op die stoel achter een tafel en mijn hoofd erdoor te steken dus. En toen hebben wij daar uren en uren gezeten, geconfronteerd met elkaar. Allebei met ons hoofd door dat doek. Het doek dat ons verbond. Hè. We zaten in hetzelfde kleed in feite. En dat creëerde natuurlijk een ongelooflijk directe band. En daar heb ik uren met hem daar blijven praten. En toen is de vriendschap begonnen, is de contact is er geweest en van toen af aan ben ik hem niet vergeten en hij is mij ook nooit vergeten. Dus, in de jaren 70, 2, 3, 74, 75, 6, 77 is in feite James jaarlijks langsgekomen in het ICC om telkens iets te doen. Dat was dan meestal een performance. In 76 hebben we toen een uitgebreidere tentoonstelling gemaakt onder andere dus nieuwe werken gecreëerd. Onder andere die giant. Die grote menselijke figuur in zwarte tulle. Van 333 meter lang. De 1000-foot man was dat. Maar dan wou ik een performance doen. En I need Leaf. I want to do a performance with Leaf. En dat was de performance, The Perfect Place is on Top of Your Head. En hij moest een witte orchidee hebben uit Brazilië. Ik heb die laten komen langs een vriend, piloot. Hij heeft echt vanuit Rio de Janeiro, of ik weet niet waar, heeft hij een echte
witte orchidee meegebracht uit Brazilië. Die is bij ons geraakt. James is met Lieve de winkels gedaan op de Meer in Antwerpen. En ze moest een speciaal mooi zwart kleed hebben. Dat zij moest dat zelf betalen van haar eigen centen natuurlijk. En die zijn een paar uren met James op stap gegaan tot ze het kleed gevonden hebben dat zij wou en dat hij wou. En dan heb ik 12 mensen moeten uitnodigen uit Parijs, Londen, Duitsland, België. En het meubilair van Napoleon was er nog in het huis. Hij heeft dan 12 stoelen in een halve cirkel gezet in een van de oude salons van het paleis. En die 12 mensen die ik gevraagd heb om te komen, die zijn gekomen dus, heeft die allemaal ik heb die allemaal moeten uitnodigen om te gaan zitten. Dan is Lieve binnengekomen met een zwart kleed in het centrum van die halve cirkel. En dan is James binnengekomen, gans in het zwart gekleed, en heeft zo'n witte orchidee op het hoofd van Lieve gezet. Hij heeft een stap achteruit gezet, hij heeft de bloem teruggenomen en hij is weggelopen. En we hebben hem die avond niet meer gezien. En die mensen die van Keulen en Parijs gekomen zijn, die hebben zelfs de kans niet gehad om met hem te praten. Dat was dus one second performance, the perfect. Het was zo snel dat we zelfs geen foto hebben kunnen nemen van de bloem, dus de originele bloem op mijn hoofd. Dus dat is dan daarna hermaakt, maar met een lelie. Dus met een witte lelie. Die foto niet juist, het was een orchidee. Maar dat was zo snel dat we... Hij is gaan lopen met die orchidee, ik heb die dus niet meer gezien ook. Ja. In 1972, ik denk dat hij Bibi leren kennen heeft in Kassel, tijdens de voorbereiding van de documenta in Kassel. Zij was van Kassel, Bibi. En dat was een heel jong meisje, je weet, 18 jaar, 19 jaar. En die zijn dan toch heel veel jaren samengebleven. Zij ook altijd in het zwart gekleed zoals hij. Heel veel jaren samengebleven, hè. En die ging ze gingen altijd overal samen naartoe. Hè, ze heeft dus zijn assistent, ze was zijn vrouw, zijn assistente, zij was. En op een zeker ogenblik heeft zij hem verlaten, geloof ik, Bibi. Nee. En toen was hij in alle staten. En ik heb nog een liefdesbrief waarin hij haar smeekt om terug te komen enzovoorts. In dat boek staat het ook, hè. Een heel, echt een grote liefdesverklaring voor Bibi. Ja, in feite was hij in zekere mate onticht van heel veel dingen, hè. Hij was een soort ja, een beetje een kluisenaar, maar niet helemaal, hè. Er moest toch altijd iemand zijn, hè. Bibi moest altijd in de buurt zijn. En dan kwamen ze ook met z'n tweeën dus. Hij altijd met z'n tweeën, ja. 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 Soms als landverhuizers met landverhuizers die zo al hun hebben en goed in een doek of in een deken steken, dat dichtknopen en daar zo mee rondlopen. We hebben zo heel de pakken nog gehad, dichtgeknoopte zwarte doeken, waarin allerlei dingen zaten. Zo zijn die boeken hier ook gebleven. Ja, maar er zaten ook al zijn kleren in. Hij had dus geen valies of zo. Dat was allemaal in zwarte doeken die... geknoopt waren, ja. Echt nomadische landverhuizers. Ja. Als hij in Europa was, kwam hij altijd een tijdje in Antwerpen logeren. Ik zorgde dan meestal voor logies voor hem, of ik huurde een studio of zoiets waar hij kon verblijven. En dan maakten we van de gelegenheid gebruik om iets met hem te doen, hè, een performance of zo. Die kwam ook altijd op kantoor
van, wat, met een hele waslijst van wat hij allemaal die dag moest doen voor hem. Dus dat was heel beslagleggend altijd. Ja. En zo. Op iedereen, hè? Ja, op iedereen, hè? Ja. En op een bepaald moment is hij dan ook bij ons hier komen logeren. Wat de meeste kunstenaars hebben, was geen geld om hotels te betalen. Dus iedereen logeerde bij ons hier. En James ook. Maar na een aantal weken dan, was het dus echt te veel. Dan heb ik gezegd tegen Flor, ofwel hij, ofwel ik. Maar ik hou het niet meer vol. Ik kwam mij binnen. Je kon niks anders meer doen. Hè? Nee. Om te even op welk moment van de dag stapt hij binnen naar jou. En hij eist je volledig op. Hè? Je kan niks anders meer doen. Hè? Je moet naar hem blijven kijken en luisteren. Ik heb hem op een zeker ogenblik verboden om nog hier in dit huis te komen. Ik heb gezegd, ik had een plek voor hem gehuurd waar hij kon wonen. Ik zeg, I will be every day available for you from 9 o'clock to 10 o'clock in the morning. I will drop all the rest, I will be there for you. Zoals hij mij wou. Als hij mij wou spreken en zien, moest hij naar mijn bureau komen. Op de meer in Antwerpen. En dan om 10 uur zei ik, nu moet ik iets anders gaan doen. Hè. En ik had gezegd, het komt niet meer in mijn huis in Antwerpen. Want too much is too much. Hè. En op een goede avond wordt er gebeld aan de deur. Ik ga open doen. Wie staat er voor de deur? James Lee Byers. Met zijn handen achter zijn rug. Zegt Floor. Don't panic, I'm not coming in. I'm just coming to say you that I love you. En toen haalde hij een groot boeket, een grote tuil rode rozen tevoorschijn. En hij gaf me die rozen en hij is weggegaan. Dat is ook een performance. Een performance alleen voor mij, een liefdesverklaring. Dat is altijd op zoek naar, naar het de perfectie. Alles moest mooi, perfect zijn, juist zijn. Wel, ik wou een video maken. Ik moet even vertellen. Toen we die tentoonstelling gemaakt hebben, die eerste tentoonstelling met James, wou ik een soort catalogue raisonné maken. Met een overzicht van al wat hij tot dan toe had gedaan. Dus Lieven is begonnen met een briefwisseling tot in Japan. Op alle plekken en alle plekken waar hij ooit een performance had gedaan enzovoorts. Om alle materiaal te verzamelen, de exacte gegevens, de foto's enzovoorts. Daar is hij toch een paar maanden zoet mee geweest. En toen uiteindelijk James kwam. En we hem al die documentatie toonden voor de catalogus. Zei ja, Floor, but I want a one-page catalog. En ik had een tekst geschreven over hem. En die tekst moest verkleind worden tot een vierkantje getypte tekst. En die catalog is uitgegeven, een one-page catalog. De kaft met één blad erin. Met... gewoon die tekst van mij, waar ik enkel de adjectieven had overgehouden van mijn tekst. Een fotootje van hem. Dus een lieve, die werd gek natuurlijk. Die had maanden zitten alles verzamelen voor die catalogus. Typisch James. En toen we aan die video werkten, zijn wij gaan opnames doen in Parijs, in Londen, in Keulen enzovoort. Ze zijn op stap gegaan. En... we hadden 30, 40 uur video op de duur van hem. En toen zei Byers terug, toen we gingen de montage doen van die video, ze zei, ja, Floor, but I want you to put 100 images that you have on video now, to put them in 1 second image. Hij wou een 1 second video maken, met al de beelden er zo gezegd in. En toen ben ik lichtjes kwaad geworden. Ik heb gezegd, we zijn al zoveel maanden dat materiaal aan het verzamelen, gaan filmen. Ik zeg, nu ga je een echt document maken, een echte video. En die
Die video is dan wat, 13, 14 minuten? 17 minuten. 17 minuten lang, toch geworden. Hij was een utopist, hè. Hij zocht naar de perfectie. Alles moest perfect zijn, de mensen moesten perfect zijn. En het gaat over schoonheid, het gaat over de grote normen. Waarheid, schoonheid, echtheid, puurheid, zuiverheid. Daar ging het allemaal bij hem over. Voor mij behoorde hij tot die paar kunstenaars uit die periode die heel apart waren. Hè. Ik bedoel, hij maakte in feite geen echte kunstwerken, zoals produceerde geen dingen zoals andere kunstenaars. Het ging vooral over de inhoud, over het idee. En wat heel belangrijk was bij James, was zijn aanwezigheid. Hij was een soort magier, guru. Alles functioneerde als James in de buurt was. Door zijn manier van voorkomen, door zijn kledij, zijn manier van spreken en handelen, dat iets magisch natuurlijk. Hè. En dat is dus heel moeilijk om die kunstenaar te tonen als hij er niet meer is. Als James daar stond in het zwart gekleed met een zwart doek over de ogen, midden in een ruimte en je kwam er binnen, ja, dan kwam je in een soort sacrale ruimte. Hè. Het was geen religie wat hij verkondigde, maar er was iets, een heel sacrale, speciale sfeer. Hè. Iedereen werd stil en zo. En, hij straalde dat uit. Hè. Ik was een nieuwe tentoonstelling met hem aan het plannen, in het MUCA. Maar er was nog geen echt definitieve datum, maar dat moest binnen het jaar, 2 jaar, moest het gebeuren. En daar waren we over aan het praten. 2 dagen voor hij overleden is, in Cairo of Alexandrië, heeft hij mij gebeld. Heel rustig, zei Floor, this is the last time we will talk with each other. I'm dying. Heel sereen hebben we dus het laatste gesprek gehad. En zeggende dat die tentoonstelling er nooit zou komen, dat hij het niet meer haalde enzovoort. Dus dat was echt een, belde mij een echt afscheidstelefoontje. En dan 2 dagen later vernam ik dat hij overleden was. Mm-hmm.